Hey mensen! De wereld draait veel om het uiterlijk van de mens. Vandaar dat mensen er ook zo sexy mogelijk uit willen zien. En wat is nou een goede manier om er sexy uit te zien? Met fitness. Want wie wil er nou niet zo uitzien? Alleen niet alle fitnessapparaten zijn betrouwbaar. Deze video gaat over de 10 domste fitnessapparaten die er zijn. 1. Face trainer. Met dit apparaat train je gezicht. En het ziet er zo uit. Ja. Gelukkig loop je niet voor schut met dat ding. En ja mensen, dit is een echt product. Maar hoe kan dat ding nou ooit je gezicht trainen? Nou, dan moet je bijvoorbeeld dit doen. Zijn er nou echt mensen die dit doen en dit serieus nemen? Dan moet je echt naar een andere planeet verhuizen. 2. Shake weight. Wie kent het niet? De shake weight! Ja, ik heb hem natuurlijk aangeschaft, want dit ding is geweldig. En ik zal even demonstreren hoe het nou werkt. Ziet er echt totaal niet verkeerd uit, toch? En het handige is dat je het altijd en overal kan doen. Het prankkanaal uit Amerika, Roman Atwood, heeft het al een keer in het openbaar gedaan. Maar wij zijn in Nederland gaan testen hoe de mensen reageren. En zo, heb je er ook nog één? Maar serieus, dit ding werd al half kapot geleverd en het werkt niet eens fatsoenlijk. Moet je maar eens kijken hoe dit ding het in de promotievideo doet. En kijk hoe deze het doet. Werkt toch voor geen meter? Telcel, je bent kut. 3. Steam sauna. Dit is een sauna die je overal mee naartoe kunt nemen. Als ik dit zie, weet ik al wat voor een teringwerk het is om dat hele ding op te bouwen. En waarom moet je dat ding strelen als je hem opbouwt? Maar goed, stel dat het dan wat langer duurt om het op te zetten, maar het dan wel perfect werkt. Nee, zo zit het ook niet. Want zo ziet het eruit als het klaar is. Sign of the sauna chamber. With handholds for holding reading materials. Dit is echt een van de domste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. 4. Ai galop. Wil je ook zo graag paardrijden, maar ben je te lui om je huis uit te komen? Dan is dit fitnessapparaat perfect voor jou. Osim brings you the innovative Ai Gallop. Horse riding exercise in the comfort of your home. Is het zo dat hoe meer iets op seks lijkt, het dan beter is voor je lichaam? Want ik weet niet of ik de enige ben, maar dit ziet er ook een beetje verkeerd uit. 5. Bounce back chair. Dit ding is zo nutteloos dat ik er gewoon geen woorden voor heb. Het werkt namelijk zo. The bounce back fitness chair. En het ergste van deze video vind ik nog die man met die stropdas. Zo van, kijk het werkt, want ik heb een stropdas. Sommige mensen denken ook echt dat je alles kunt zeggen als je een stropdas hebt. Maar even terug naar de bouncy chair. Dit doet toch niemand, kom op. En weet je wat me aan doet denken? Nou aan dit. 6. Body bar. Dit ding is werkelijk het meest nutteloze ding ooit. And lift up. En voor de mensen die toch denken, ik wil het wel kopen. Het is een stok. Gewoon een stok. Kun je ook in het bos gaan pakken. 7. Dit ding moet gewoon uitgevonden zijn door mensen met humor. Oh my gosh, this is amazing. Dat ziet er toch niet uit? Echt heel comfortabel. Je kan gewoon alles doen. 8. Soda pants. Ja hoor, we gaan weer verder met de sauna. Want voor mensen die niet met hun hele lichaam in de sauna willen, hebben we een sauna broek. Dan kan je geslachtsdeeltje lekker warm blijven. Nou, dat lijkt me toch heerlijk. Dit is echt perfect voor een zogenaamde zwenus. 9. App Circle Pro. Voor de mensen die er altijd al van droomden om een kermisattractie te zijn, is dit perfect. You're gonna wanna do about 10 reps. Toch moet ik heel eerlijk zeggen dat dit ding misschien nog wel kan werken. Alleen heb ik wel wat beters te doen dan de hele dag 10. Free Flexor. Geweldig ding dit. Geweldig. The Free Flexor introduces and proves the theory of circular strength technology. Oké, we zijn weer aangebroken bij het gedeelte waar het er weer fout uit komt te zien. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik kan net zo goed porno gaan kijken. Wil jij nou deze shake weight winnen, aangezien ik dit ding toch niet hoef en het voor geen meter werkt? En omdat ik natuurlijk al veel te gespierd ben. Laat dan hier beneden in de reactie weten waarom jij dit ding wilt en like deze video. In mijn volgende video maak ik dan bekend wie het heeft gewonnen. Oh ja, en tijdens de prank speelde Erjin van Achterklap mee. Kijk op zijn kanaal voor de hele video met de shake weight. En abonneer ook op hem, want hij maakt echt grappige pranks. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot ziens. Later!